Kijk, ik heb sowieso geen haat naar PSV, laat dat duidelijk zijn. Helemaal niet. Ik heb er echt hele mooie jaren gehad. Mochten ze ooit interesse hebben, zou ik het altijd overwegen. Ik zou er zeker in mijn carrière ook overwegen om terug te gaan. Ik ben 8 jaar in Eindhoven geweest. Ik heb 8 jaar op de hertgang mogen voetballen. Ik heb er heel veel geleerd. Vandaag heb ik een interview met een speler die afkomstig is uit de jeugdopleiding van PSV, maar in Eindhoven nooit wist door te breken. In plaats daarvan ging hij spelen in de eerste divisie en daar maakte hij wel indruk, want een Belgische topclub die pikte hem daarop voor 2,8 miljoen euro. Nou, ook in België speelde hij maar 25 wedstrijden, want toen kwam er alweer een Engelse club die 18 miljoen euro voor hem neertelde en inmiddels heeft hij ook 2 interlands gespeeld. Ik heb het over Arnoud Danjuma Groeneveld. Yes. Hoe gaat het met je, Arnoud? Ja, goed. Ik mag niet klagen. Met jou? Ja, hartstikke goed. Je bent alweer onderweg om weer een beetje fit te worden, hè? Ik ben eigenlijk al fit. En wanneer ga je weer spelen? Het moet niet lang meer duren. Ik had vandaag gesprek met de trainer. Ik zei tegen hem, luister, ik ben gewoon inzetbaar zaterdag. Maar hij zei, hey, nog eventjes je fitness, je conditie op peil brengen. En dan zien we dan wel. Ja, want je hebt eigenlijk de afgelopen periode best wel veel pech gehad met blessures. Hè? Je hebt natuurlijk eerst die gebroken voet die je een tijd uitgehouden heeft. En nu had je weer gedoe met je hamstring. Ik kan me voorstellen dat je zit te popelen om weer te beginnen. Ja, ik kan niet wachten. Zeker met het seizoen dat we nu aan het doen zijn. Ik kan echt niet wachten. Niks ergens dan geblesseerd te zijn. Hoe bevalt het leven in Engeland? Prima. Zeker in Bournemouth. Je woont er aan het strand. Het weer is af en toe goed. Niet altijd, maar meestal wel. Ik heb genoten vanaf het eerste moment dat ik hier ben geweest. En ja, we hebben met z'n allen een heel slecht seizoen gedraaid. En we zijn in de championship beland. En nu ben ik weer op dreef. Ja, want wat misschien niet iedereen weet is dat je bent begonnen in de jeugdopleiding bij PSV. Ja, 9 jaar. Voetbal, 9, 8 jaar. Heel lang. Hoe kijk je daar terug op die tijd? Goed. Ik kijk dus altijd goed terug op de tijden die ik beleefd heb. Ik ben altijd dankbaar voor alles. En zeker bij mijn periode bij PSV heb ik de 8 jaar mogen voetballen. Het heeft ook natuurlijk met alles gehad. Gaat het met zijn ups en downs. Er zijn ook heel veel dingen waar ik terugkijk waarvan ik denk, het had misschien anders gekund. Of in mijn ogen is het misschien niet zo eerlijk geweest. Ik vond natuurlijk dat ik daar meer verdiend heb dan dat ik uiteindelijk gekregen heb. Wat prima is. Dat is gewoon mijn karakter. En zo stond ik er ook oprecht in. En daar sta ik nog steeds achter. Maar aan de andere hand hebben ze mij een heel mooi platform geboden. 8 jaar in Eindhoven geweest. De hertgang. Heel veel mensen leren kennen. Heel veel toptrainers leren kennen. Heel veel geleerd. Ik ben alleen maar dankbaar. En content terugkijken naar die tijd. Ja, want je hebt natuurlijk een beetje alternatieve route genomen. Heb je er toen het maximale uitgehaald in die tijd, denk je? Ja. Er kon meer uit worden gehaald, maar dat lag niet aan mij. Okay. Want je ging toen over naar NEC en daar maakte je eigenlijk meteen indruk. Waarom lukte dat daar wel opeens, zeg maar? Nou kijk, ik zelf hou er niet zo van te zeggen dat het bij PSV niet gelukt is. Ik heb daar gewoon gepresteerd. Het is ook niet alsof ik in één keer een bloeien had of dat ik een laadbloeien was. Ik ben altijd goed geweest. Ik heb bij PSV ook bewezen dat ik goed ben geweest. Ik heb daar gewoon gepresteerd, ik heb mijn ding gedaan. Ik geloof dat er in het jeugdvoetbal heel veel politiek zit. En ik denk dat ik daar zelf ook mee te maken had op die leeftijd. Een andere route genomen en bij NEC een club gevonden die heel veel vertrouwen in mij hadden. Gelijk naar het eerste doorgeschoven hadden. Adrie Bogers daar gehad als trainer, toptrainer is. Die heel veel voor mij heeft betekend in mijn carrière. Me heel veel bagage heeft meegegeven, heel veel geleerd heeft. Heel fijn meegewerkt. En ja, zo zie je wat er met mij mogelijk is als je het op de juiste manier doet. Ja, want ik denk dat het was niet eens zo superveel later nadat je bij PSV vertrokken werd, dat die nog wel eens een keertje gekeken hebben van 18 miljoen euro naar Bournemouth. Ze hebben veel geld misgelopen, dat weet ik wel, ja. Ja. In de eerste divisie heb je stempel gedrukt. Je ging voor 2,8 miljoen over naar Club Brugge. En daar heb je eigenlijk maar 25 wedstrijden gespeeld. Wat is daar gebeurd? Kijk, Club Brugge is voor mij een heel goed platform. Vandaar dat ik in die periode ook uit Nederland gegaan was. Ik had in Nederland ook de benodigde aanbiedingen. Ja, want je kon naar Ajax, las ik, ja. Ja, dat wilde je horen. Ja, ik had de mogelijkheid om naar Ajax te gaan. Maar Ajax speelde, het is heel makkelijk. Ajax speelde precies dat seizoen geen Champions League. Precies dat seizoen. Het seizoen erop wel. En dat seizoen niet. En Ajax is in mijn ogen
een hele goede club, een topclub was. Als je van NEC naar Ajax kan, waarom zou je dat niet doen? Ja. Maar als Club Brugge komt, Club Brugge of Ajax, en de een voor Champions League en de ander niet, dan is de keuze voor mij eigenlijk wel snel gemaakt erin, want ik wil me op het hoogste platform laten gelden. Ja. En dat platform bood Club Brugge mij. En waarom ging het daar zo goed bij Club Brugge? Kwam je gewoon in een team terecht waarin jouw kwaliteiten goed tot hun recht kwamen? Of wat speelde daar een grote rol in, zeg maar? Ik kan me goed aanpassen aan hoe een team speelt. En ik vind ook dat ik de gave heb dat ik wel dat ik het spelletje begrijp. En als je op een gegeven moment het voetbal begrijpt, kun je in elk team wel je stempel drukken. Als je weet hoe je moet spelen, als je de looplijnen herkent, als je weet hoe je medespelers je moet aanspelen. Mm-hmm. En Club Brugge is natuurlijk een club dat mede voor de prijzen. En ik denk dat ik ben een speler, als ik bij een club zit die mede voor de prijzen, dan is het voor mij makkelijk om het te laten gelden. Want je hebt de overhand in de wedstrijden. Je hebt heel veel spelers die kwaliteit leveren. En dat maakt het voor mij allemaal makkelijker om te presteren. Dus ik heb in Club Brugge niet heel lang nodig gehad om een stempel te drukken. Daar gekomen, gelijk de Supercup gewonnen. Goals gescoord, assists gegeven. Champions League binnengerold. Champions League gescoord. En dan, in voetbal kan het heel snel gaan. Ja, en toen kwam Bournemouth in één keer. Heb je daar lang over getwijfeld? Of dacht je meteen Premier League, dat gaan we doen? Ik heb er niet lang over getwijfeld. Ik had wel andere opties nog. Ik heb ook met andere clubs gesproken, maar Bournemouth was voor mij uiteindelijk de club waar ik alle vertrouwen in had dat dat voor mij de beste platform zou bieden na Club Brugge. Want waren dat andere clubs in Engeland of kon je ook nog andere competities? Nee, ook andere competities. Ik kon nog ik kon naar Spanje, Frankrijk, Duitsland. Ik had nog andere clubs in de Premier League. Zo? Ja, het is gewoon Bournemouth. Het valt ook wel mee, hoor. Maar Premier League had echt jouw voorkeur? Of Bournemouth had echt jouw voorkeur? De Premier League is in mijn opinie is de Premier League de beste competitie ter wereld. Ik heb toen ik klein was, heb ik ook veel naar de Premier League gekeken. Heel veel spelers die mij inspiratie boden in de Premier League. En zeker in deze tijd denk ik dat de Premier League de moeilijkste, de beste en de sterkste competitie in de wereld is. Ik ben heel ambitieus. Ik wil me graag bewijzen en waar anders dan op het hoogste niveau. Dus ik wilde graag naar de Premier League. Ja, en toen kwam je bij Bournemouth en toen vlogen jullie meteen uit. Ze hebben er meteen uitgerold, ja. Nee, het is... Ik doe er nu lacherig over, omdat ik kom over alles wel heen, maar het is natuurlijk wel heel pijnlijk. Hier komen, graag in de Premier League willen gelden. Ik heb een aantal wedstrijden gespeeld. Niet heel veel minuten kunnen maken vanwege wat blessureleed. En de situatie waarin we waren met de club natuurlijk. Omdat we voor degradatie aan het strijden waren, is het heel moeilijk om dan in een bepaalde routine te komen om jezelf te laten gelden. Dus het was een heel hectisch seizoen. Heel hectisch seizoen. En ik heb heel weinig minuten kunnen spelen. Dat zit me tot de dag van vandaag nog steeds dwars. Omdat ik vind het echt jammer. Dat je de club niet hebt kunnen helpen, zeg maar. Ja, het is ook een heel raar gevoel, omdat ik er zelf overtuigd van. Ik denk, ja, als ik meer minuten had kunnen maken, had ik dan een verschil kunnen maken. En dat geloof ik wel. En dat zit me nog steeds dwars. Heb je toen overwogen om ook meteen weer weg te gaan? Of dacht je van, ik ga nu proberen om Bournemouth zo snel mogelijk weer terug te helpen in de Premier League? Nee, ik heb het zeker overwogen om weg te gaan. Zoals ik zeg, ik ben heel ambitieus. Ik was ook echt voor de Premier League gekomen. Ik had ook aanbiedingen van andere clubs gekregen. En uiteindelijk zijn we heel snel, omdat het voetbal heel snel hervat werd, heel snel ingerold in het nieuwe seizoen. Hele goede voorbereiding gedraaid. De trainer die we nu hebben had heel veel vertrouwen in mij, heel vaak mee gesproken. Heel vaak zijn vertrouwen in mij uitgesproken, naar mij toe. Goede voorbereiding gedraaid tegen Benfica gescoord, West Ham gescoord. En toen dacht ik van ja, ik zit er eigenlijk wel lekker. En gaan we het op een niveautje lager even laten zien. Ja, je had natuurlijk in de eerste divisie al wel een beetje ervaring met het mannelijke voetbal. Maar in Engeland is dat kick-and-rush voetbal. Ligt dat je dat een beetje of niet? Ja. Het is niet meer zo erg als dat iedereen het doet blijken, hoor. Het is een hele zware competitie als je 2 wedstrijden in de week speelt. Maar ik heb nog wel het gevoel dat heel veel mensen altijd denken, als je aan de championship denkt, het is heel zwaar voetbal. Het is heel alleen maar lange ballen, clubs die alleen maar verdedigen. Dat valt reuze mee. Je hebt genoeg ploegen die ook gewoon voetballen. Het is gewoon heel veel variatie over heel veel clubs. Dus je hebt heel veel clubs die met 5 regels spelen, met 4, met 3. Heel veel aanvallende ploegen, verdedigende ploegen.
het is niet meer, het is niet zo, zo'n vertekend beeld als dat iedereen heeft, denk ik. Ja, hij is een derde op dit moment, dus de Premier League die longt weer. Is dat ook een beetje je droom om weer terug met Bournemouth de Premier League in te gaan en dan ook daar jezelf te kunnen laten zien? Mijn droom... mijn droom is om, om op het hoogste niveau bij de topclubs te eindigen en daar te laten zien wat ik kan. Dat is mijn droom. Ik wil overal waar ik kom laten zien dat ik de beste ben. Of het bij Bournemouth is, of het bij Nederlands Elft is, of bij Club Brugge is, of het overal is. Maakt me niet uit. Ik wil het overal laten zien. Natuurlijk is het mijn hoofddoel om het vertrouwen dat de club in mij heeft gehad om me naar Bournemouth te halen, om het uit te betalen naar hun en ze de titel te winnen dit seizoen. Al niet te promoveren. Maar ik heb het ook al eerder gezegd, ik ben heel ambitieus. Mocht er een club voorbij komen die interesse heeft in mijn kwaliteit op een hoger niveau, dat zou ik wel altijd overwegen. Maar het is natuurlijk wel mijn hoofd om deze club natuurlijk naar de Premier League terug te brengen. Ja, maar je bent wel een beetje een huursoldaat dus. Een minutensoldaat. Als je nou morgen een appje krijgt van Jorginho Wijnaldum, Donny van der Beek en Nathan Ake, wat heeft dan je voorkeur, zeg maar? Ik zou het echt, meen ik oprecht met alles wat ik in mijn hart heb, ik zou het echt niet weten. Denk je dat hij gaat slagen, Nathan, bij Manchester City? 100%. Daar heb ik ook niks meer aan toe te voegen, 100%. Ik heb met hem gespeeld hier bij Bournemouth. Hij is een speler, in mijn ogen, waarvan jij pas echt kan zien hoe goed hij is als je met hem traint. 100%. Ik denk dat hij echt een heel... Ja, ik wou zeggen onderschat, maar hij is niet onderschat, want hij heeft een transfer van 40 miljoen gekregen en die krijg je niet zomaar. Maar het is een speler waarvan ik altijd denk, die heeft echt heel veel kwaliteit. En ik denk dat het wel vaker mag uitgesproken worden naar zo'n jongen toe. Hij heeft echt, echt heel veel kwaliteit. Dan even Tim Krul. Denk je dat hij de beste doelman is van de Championship op dit moment? Tim Krul... Als hij de beste doelman van de Championship, dan ben ik de beste speler, want ik heb tegen hem gescoord en dan ben je nog gewonnen. Nee, Tim Krul is een goede keeper. Alleen helaas kreeg iedereen achter zijn oren hier in Vitality Stadium. En ja, dan het Nederlands elftal. Je bent natuurlijk opgeroepen onder Ronald Koeman. Twee interlands gespeeld, ook een doelpuntje gemaakt. Ik ben wel goed op de hoogte. Ja. En, maar hoe is het met Frank de Boer? Binnen die elkaar wel eens eventjes, of niet? Ik heb geen contact gehad met Frank de Boer. Maar voor mij was het wel belangrijk om te zien dat Timothy Krul werd opgeroepen voor Nederlands elftal. Want het geeft mij natuurlijk wel een teken dat ze de competitie wel in de gaten houden. Dus ze moeten de goal vast en zeker wel gezien hebben ook. Nee, maar ik weet dat de competitie dat het gewoon een zware competitie is. Ik heb het ook al eerder gezegd, ik vind het zwaarder een hoger niveau dan de Eredivisie. Ja. 100%. En voor mij is het gewoon, ik probeer me elke wedstrijd te laten gelden. En wat gebeurt, dat gebeurt. Ik doe gewoon mijn best. Maar als we eerlijk zijn, die Ryan Babel in Oranje, die kan eigenlijk niet meer, toch? Nee, ik heb geen slecht woord te spreken over Ryan. Toen ik bij Nederlands elftal kwam, heeft hij me goed geholpen daar. Ik heb veel met hem gesproken. Goeie jongen, aardige jongen. Heb je eigenlijk ooit nagedacht om voor Nigeria uit te komen? Of heeft dat nooit door je hoofd gesproken? Toen in de tijd eigenlijk niet. Toen eigenlijk niet. Maar ik heb laatst te horen gekregen dat er een nieuwe regel is ingevoerd. En als je één land gespeeld hebt, dat je nog mag wisselen. Mocht Nigeria heel veel belangstelling tonen, zou ik het altijd overwegen. Ja, ik zei net al eventjes, toen je bij Oranje kwam, was je voor ook heel veel mensen in Nederland nog niet zo'n bekende speler. Merkte je ook dat jouw status veranderde, zeg maar, toen je international werd? Ik heb mijn goal gemaakt tegen België, die toen op de nummer 1 van de wereldranglijst stond. Dus ik heb daar wel natuurlijk, maak je daar nog wel wat naam mee. Ik ken alle feiten. En ik heb nooit echt ook gevoetbald voor de status, zeg maar, in die zin. Dus ik hou me er ook niet zo echt mee bezig. Maar had je toen gedacht dat je erbij zou komen? Had je ook het gevoel dat je er dicht tegenaan zat, zeg maar? Ja, dat wel. Ja, dat zeker. Ik speelde bij Club Brugge. Jongens in de Eredivisie worden opgeroepen. Waarom ik niet voor Club Brugge? En we speelden Champions League. De Interland was precies na de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Dus toen die erin ging, zo op mijn scherm te kijken. Ja, je hebt wel spelers die worden gebeld door de bondscoach. Die denken dat ze in de zaak worden genomen. Maar jij deed iedere keer dat je gebeld werd door een onbekend nummer. Zei jij Ronald. Nee, zeker weet je het nooit. Maar ik kan altijd, ik zelf kijk altijd natuurlijk nog wel met een schuin oog van,
je ziet het natuurlijk op social media en overal. Familie en vrienden ga je een berichtje sturen. Zit je er wel bij, zit je er niet bij? Wat is de selectie? Aan wie meet je? Wie is je concurrent? Dus je bent er altijd wel mee bezig. Ja, je klinkt wel als een jongen met veel zelfvertrouwen. Maar was het ook spannend om bij het Nederlands zelf te komen? Of dacht je van... Ja, ik heb altijd spanning. Mensen denken vaak van mij, tenminste dat gevoel heb ik, dat ik geen druk ervaar of iets. Maar ik leg juist heel veel druk op mezelf, omdat ik heel prestatiegericht ben. Ik leg heel veel druk op mezelf. Ik leg de lat altijd hoog. Dus juist als ik dan bij het Nederlands elftal kom en ik weet van mezelf dat het een hoog niveau is, wil ik me daar ook laten gelden bij de beste spelers van Nederland. Dus ik ben altijd gespannen. Voor mij, hoe dichter ik op het veld kom, hoe relaxer dat ik word. Dus hoe meer ik me thuis ga voelen, als dat logisch klinkt in jouw oren ook. Dus op het moment dat ik op het veld sta, dan vallen ze me alle zorgen weg. En dan is het gewoon actie. De afgelopen jaren heb je een klein beetje een setback gehad. Maar 31 januari word je 24. Als we nu een klein beetje jouw ideale carrièrepad uitstippelen, hoe ziet dat er dan uit? Half seizoen bij Bournemouth. Titel winnen. Beste speler van de competitie worden. Ook belangrijk is. Meeste goals, meeste assisten, alles erop en eraan. Ja, je vraagt de ideale situatie, toch? Ja. Dan krijg je hem ook. Een topstap maken, zou ik zeggen. Terug bij het Nederlands elftal. In de aankomende 6 maanden natuurlijk. Is heel belangrijk voor mij. En dan na het seizoen. Een hele goede stap hoger op maken. Je vergeet nog EK winnen deze zomer, topscorer van het toernooi, beste speler, gouden bal. Ja, het spreekt allemaal voor zich. Ballon d'Or winnen. En, Nog niet zo heel lang geleden maakte een jongen uit de Premier League de overstap terug naar Nederland. Haller ging naar Ajax. Zou dat ook nog een optie zijn? Want je wil op het hoogste niveau spelen, maar stel je voor, Ajax wordt weer kampioen. Een hele goede vraag. Het zou voor mij echt aan de situatie bij de club moeten liggen. Ik denk dat Haller bij West Ham in een hele moeilijke situatie lag. Volgens mij, ik weet het niet zeker hoor, dus dat moet je maar niet voor lief nemen. Volgens mij speelde die ook weinig. En voor hem is natuurlijk huisje, boompje, beestje, want Ten Hag is daar trainer, is een oude trainer geweest, Nederlands elftal. En voor mij, ik ben nog heel ambitieus. Ik denk dat er voor mij nog heel veel deuren open kunnen gaan. Als ik gewoon laat zien wat ik kan op de veld. Ik denk dat het terugstap voor mij naar een stap terug naar de Eredivisie op dit moment voor mij niet ideaal zou zijn in mijn carrière. Maar op zich zou een stap van Bournemouth naar Ajax in principe toch wel een stap omhoog zijn, of zie je dat niet zo? Misschien wel, alleen ik ben gewoon geen fan van de Eredivisie, man. Dat is het. Waarom niet? Kijk, voor mij, voor een kutspeler als Ajax, zou ik altijd overwegen in mijn carrière. Om dan tegen VVV uit of zo, 13-0 te gaan winnen, ja. Kom op, man. Dan word je toch ook niet... Dan word je toch niet vrolijk van. Nee. Maar als je zo'n wedstrijd kijkt, alleen al als toeschouwer, word je toch... Ik denk, als ik bij VVV zou zitten en ik verlies 13-0 van Ajax, dan pak ik een rode kaart en ga ik van telt. Ja, dat is toch... Dat kan ik niet bij. Ik denk, ja, die 13-0. Er zit toch geen glorie in. Je behaalt er toch niks mee. Dan heb jij liever Mailball uit, zeg maar. Het is lastiger dan VVV uit. Dat weet ik. Ja, maar ik bedoel, laten we nou niet doen alsof in de championship dat allemaal zo'n mega hoog niveau is. En dat al die wedstrijden, alle potten die je daar speelt zo geweldig zijn. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik zeg wel dat het hoger is dan de Eredivisie. Dat heb ik gezegd. Ik heb niet gezegd dat het de Champions League is. Dat heb ik nooit gezegd. Nee, oké. Okay, maar je vindt dus wel dat de championship is hoger niveau dan de Eredivisie? Ja, zeker. Met uitzondering van de top 3 dan of zo? Ja, kijk. Ajax, PSV, Feyenoord, de topclubs in Nederland zullen altijd goed zijn. Nederland heeft een hele goede voetbalcultuur. Het is een hele goede competitie om je te kunnen ontwikkelen vanwege het voetbal dat ze in Nederland spelen. Een van de beste competities in de wereld om voetballend voetbal te spelen. Maar om voor je carrière gericht, als je tegen mij zegt, je bent heel ambitieus en je wordt richting de top. Dan overweeg je de topclubs in de Premier League of in de La Liga of noem maar op. Dat zijn toch de topclubs in de wereld. En dan nog heel eventjes nog één keertje PSV. Heb je nou ook nog een beetje haat naar die club? Of zou je daar nooit meer gaan spelen? Of nee, wil je jezelf juist revancheren nog een keer? ik heb mijn revanche al gehad toen ik met NEC tegen scoorde. Dus dat was voor mij het... dat was mijn revanche. Dat was in dat jaar dat jullie geen kampioen werden, toch? Dat was dat jaar toch of niet? Ja, daar heb ik mee wel te pakken, ja.
Nee, dat doet nog steeds. Ja, we hadden daar wel echt kampioen moeten worden. Dat is echt zo. Maar goed, kijk, ik heb sowieso geen haat naar PSV. Laat dat duidelijk zijn. Helemaal niet. Ik heb er echt hele mooie jaren gehad. Mochten ze ooit interesse hebben, zou ik het altijd overwegen. Ik zou er zeker in mijn carrière ook overwegen om terug te gaan. Ik ben 8 jaar in Eindhoven geweest. Ik heb 8 jaar op de hertgang mogen voetballen. Ik heb er heel veel geleerd. Ik heb er heel veel trainers ontmoet die ik de dag van vandaag nog steeds spreek. Die heel veel van mij van waarde zijn geweest. Ik heb zeker weten geen haat naar die club. Het is een hele mooie club. Het heeft mij heel veel bijgebracht. Dus ik kan het alleen maar voor lief nemen. Ja, dan tot slot, Arnoud. Wanneer is je carrière compleet? Want je bent vrij ambitieus volgens mij. Dus voor mij ligt die lat heel hoog. Moet ik natuurlijk niet hebben dat ik aan het einde van mijn carrière terugkijk op mijn carrière. En dat ik er helemaal niet van genoten heb. Ja. Dus daar heb je in principe dan wel een punt. Ik raak niet snel tevreden. Omdat mijn geluk zit ook niet in hetgeen wat je met voetbal kan krijgen. Ik word er niet gelukkig van om het meeste geld te verdienen. Of om de grootste auto's te rijden, et cetera. Ik word gewoon gelukkig van om zoveel mogelijk goals te maken. Zoveel mogelijk te presteren, mijn familie en vrienden trots te maken. Daar zit echt mijn geluk in. Dus wanneer ben ik gelukkig? Kijk, dat dankt voor mij juist af buiten het veld en niet op het veld. Zolang ik op het veld kan presteren en ik kan ervoor zorgen dat mijn ouders met trots naar me toe kijken en ik eten voor ze op de tafel kan brengen, kan ik voor niks anders meer wensen. Dan zit je daar in je eentje? Ik zit er alleen. En mijn moeder woont met mijn zusje ook in Engeland. Dus die komt vaak wel op bezoek. Oké, dus nou wordt het allemaal slide in de DM, wordt het nou, hè? Dat snap je zelf ook. Slide in de DM, zegt hij. Mooie vet. Nee. Ik ben het wat serieuzere type. Oh ja. Maar hoeveel dating apps heb je daar dan nog niet? Dating apps? Als je Instagram een dating app wil noemen, dan is dat de enige. Oké. Dus je bent nog beschikbaar voor de works in Engeland? Nee, ik ben nog vrijgezel met plezier. Ik geniet er ook van. Dankjewel, man. Succes daar. Nee, insgelijk. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. En zodra die eerste hat-trick erin zit, dan bellen we wel weer even. Ja, hou ik je aan. Oké, ciao. Bellen we aanstaande zaterdag weer.